Danny. Ik zeg Dim. Die 70 is geboren. Wat denk je daarna? Stokoud. Is dat de enige connotatie die je erbij hebt? Dat is een citaat van Dim zelf. Dim is de vitaliteit zelf. Krachtige, gezellige, gezonde, zware. Puk? Dim. Ik ga nu even. Ja, even paardje. Dim. Ja, leuk oom. Als ik tegen jou zeg Dim, wat zeg je dan? Politiek correct. Ja, de goede kant is eigenlijk. Hè, van... Ja, een goede gesprekspartner voor mij. We houden nooit op dat. Dat is niet altijd. Wat denk jij altijd als je dat denkt? Dan denk ik aan Jom en aan de natuurkunde. Oh. Als jij aan Dim denkt, wat denk je dan aan? Zuid-Frankrijk. Aan de motorrijden. Aan die Jan. Wat zet? Aan mijn jeugd, aan mijn liefde en ontzettend mooie dingen. En met Engel. Wat denk je over de toekomst van Dim? Ja, Dim. Dim's toekomst? Hij krijgt een geweldige toekomst, want hij blijft jong. Jan, als jij aan Dim denkt, wat denk jij dan aan? Een bijzonder bedachtzaam persoon die ik wel eens een keer uit de band wil zien springen. Oké. Walter, ja, jouw zwager Dim is 70 geworden. Wat maakt dat los bij jou? Dat doet hij niet. Als ik ook zo 70 kan worden. Ja, wat dan? Dat lijkt me fijn. Dim, wat maakt het in jou los? Dim heeft de leeftijd bereikt die mijn vader nooit bereikt heeft. En dat geeft hem wel te denken. Hij is nog heel eind van de leeftijd die zijn eigen vader bereikt heeft. Maar als ik zeg Dim. Wat zei je? Als ik zeg Dim is 70 geworden. Wat denk jij dan aan? Dim. Kun je het aan iemand anders vragen? Ja, dadelijk. Die overvallen. Ja, en als ik aan Dim denk, dan denk ik gewoon aan opa. Dim is opa. Ja, stom. Opa Wolters. Ja, snap je. Als ik aan Dim denk, dan denk ik aan een hele jonge man eigenlijk nog. Toen nog heel vitaal en verzekerd. Ja, ik hoop dat ik ook zo zeker mag worden. Dat vind ik wel heel bijzonder. Jij? Wat ik van Dim... Ja, Dim, dat is ook een grote broer van me geworden, denk ik. En ik geworden? Kan echt, ja, bij wijze van spreken, ja. En ik kan er reuze gezellig roze in drinken. Maar vooral in onze broer. Dat zijn heerlijke dingen. Ja, en reuze gezellig. Wout, ik zeg Dim. Wat zeg jij? Doe je wat? Ik zeg oud, bijzonder oud, maar fris van geest. En niet bejaard. Wat zeg ik? En jij? Nee. Hoeveel was Joost in het vorm? Ja, maar het is gelukkig ook geen foto, het is gelukkig een video. Een video? Ja. Wens je hem iets toe voor de komende jaren? Heel veel jaren in Frankrijk? Met een nieuwe trap. Linda? Ja? Als jij aan Dim denkt, hè, wat denk je dan aan? Hand in de broek. Hand in de broek? Hoe kom je daar nou aan? Kun je dat uitleggen? Ja. Nee, dat is gewoon het beeld. Dat nou? Ja, maar dat vind je misschien gek. Maar zelfs... Hier, kijk. Kijk toch? Hand in de broek, ja. Dat moet je wel even filmen. Tim stond vroeger altijd zo. Nee, dat doet hij nog steeds. Heel graag. Ja. Weet je wat gek is? Ik zou graag. Jij ook. Frank, wat denk jij aan? Ja, zit er maar. Waar moet ik aan denken? Als je aan Dim denkt, dan vraag ik me af wat jij aan denkt. Als ik aan Dim denk, dan denk ik aan... De trap. De trap. Dim, hè? Ja, dat is met camera. Maar wat vind je dan van Dim? Weet je nog iets leuks voor de toekomst? Had ik jou dezelfde vraag al gesteld?
Dian, ik hoor van jouw familie dat je best wel iets over Dim zou willen zeggen. Hm? Als ik denk aan Dim, of ik, als ik zeg Dim, waar denk jij dan aan? Als ik denk aan Dim, dan denk ik aan een trouwe, energieke, lieve, zorgende, echtgenoot. Bijna 40 jaar. Waar ik door dik en dun van de baan kan, kan terugvallen. Een liefdevolle man, een onderhoudende man, een hele eigen wijze man. En als hij iets voor heeft, dan lijkt het alsof hij zich schikt, maar als hij echt is, dan doet het ook. Maar al met al slaat de balans erg en positief door. Wat wens je hem toe voor de komende jaren? Veel gezondheid, veel energie, geen verveling, het gevoel dat het leven pas begint. Marijke? Ja, daar ben ik wel jaloers op. Met een leuke man. Je bent jaloers op een leuke man? Voor de record, zij is getrouwd met mijn broer. Hij is ook wel een leuke man hoor, maar die is wel vergeten veel ergers nog dan dit. Ja, dat... Nee, Marijs, ik snap dat je er iets over kwijt wil, maar het gaat nu even over Dim. Het gaat over Dim, ja. Nee, ik vind het een leuke onderhoudende. Die nog volstrekt gelijk. Een onderhoudende, energieke, krachtige man. Ik denk ook wel dat het een steunpilaar is voor deze familie. Het is niet altijd even makkelijk, natuurlijk. Hè. We hebben nog een familie de hele wereld rond met allerlei plannen en toestanden. Best wel eens moeilijk te coördineren zijn. Nee, ik denk niet. Nee, Dim. Vind ik prima zwaar. Prima zwaar. Nou,